Kijk, Gorbeck PSV is de koploper, jullie staan laatste. Ja, dan zou je zeggen van dat wordt een hele moeilijke opgave. Nou, klopt. Ik denk als je de laatste week hebt gezien, dan geef ik helemaal gelijk. Alleen voetbal is voetbal, de bal is rond, dus alles kan gebeuren. Wat hebben jullie deze week allemaal gedaan om mogelijk voor een stunt te kunnen zorgen? Nou, we hebben bijvoorbeeld meer vastigheid gekozen. En daarin denk ik dat het moet gaan helpen naar de aankomende wedstrijden toe. Ga jij een rol spelen in dat concept? Ik hoop het wel. Ik mag beginnen, dus ik hoop dat ik een positieve rol ga spelen. Ja. Nu mag je beginnen in de week dat je hebt aangekondigd dat je in de winterstop Dordrecht gaat verlaten. Dat klinkt raar. Ja, klopt. Klinkt raar, ja. Ja. Is er dan misschien zelfs nog een mogelijkheid dat je toch blijft naar de winterstop? Nee, die mogelijkheid is er niet. Dat heb ik besloten en dat heb ik met goed overleg gedaan. Dus dat is gebeurd. En er is in een persbericht gezegd hoe en wat. En verder wil ik eigenlijk niet zoveel over kwijt. En gewoon focus op de wedstrijden die nog gaan komen. Maar ja, toch klinkt het raar. Kan je dat persbericht dan misschien een klein beetje toelichten? Waarom ga je weg? Je bent sinds kort Dordtenaar. Ja, klopt. En sinds je aangegeven, ik heb weinig gespeeld. En daarin aangegeven van dat ik in het begin niet in het systeem paste. En daar heb ik me bij neergelegd, hard getraind en doorgegaan. En vanuit daar heb ik besloten om verder te kijken. Maar ben je wat ongelukkig hier in Dordrecht? Nee, ik heb het naar mijn zin. Ja, buiten dat ik niet speel natuurlijk. Ik bedoel, elke voetballer wil spelen. Maar het is een leuke groep, een leuke club. Ik heb het naar mijn zin. Dus in dat opzicht heb ik het goed naar mijn zin. Alleen als voetballer wil je altijd spelen. Heeft het er ook mee te maken dat je niet echt tevreden bent met het speelsysteem dat gehanteerd wordt? Heb jij iets anders voor ogen? Nee, ik bedoel, het speelsysteem hebben we met z'n allen voor gekozen, dus daar stond ik gewoon achter. En nu gaan we het iets anders doen en daar staan we ook gewoon met 100% achter. Maar is er een klik tussen jou en Brands en ook Bogers, de technisch manager? Jawel, die klik is er. Alleen, ik bedoel, als je voor een bepaald systeem kiest, maakt niet uit wat voor systeem kiest, wat voor systeem je kiest. En je maakt zoveel persoonlijke fouten, ja, dan maakt niet uit wat voor systeem je voetbalt, ga je nooit winnen. Ja, je bent niet gebotst met onder andere bijvoorbeeld Marco Bogers. Nee hoor. Je gaat dus in de winterstop Dordrecht verlaten. Heb je al iets achter dan? Nee, het lopen wel een paar dingetjes, maar daar wil ik me nu nog niet mee bezighouden. Ik wil gewoon focussen op Dordrecht en deze drie wedstrijden. En daarna ga ik kijken hoe en wat. Je wordt genoemd bij Excelsior, eigenlijk je club. Ja, nou, dat is leuk. Zou het wat zijn, terugkeren daar? Wie weet. Je gaat in ieder geval, althans, dan moet je wel worden uitgenodigd, maar je gaat misschien international worden van Suriname. Die hebben een heel ambitieus plan om naar het WK te gaan in Rusland. Ja, wat kan je erover vertellen? Ja, klopt. Nou, in 26 december gaat er een wedstrijd plaatsvinden in Suriname. En dat is puur en alleen om de politiek ervan te overtuigen, zeg maar, dat de spelers in Nederland dat hun een dubbele paspoort moeten krijgen om het voetbal in Suriname omhoog te brengen en om kans te maken op een WK. Geloof je in het plan? Want het is wel eens vaker geprobeerd, hè? Ook met de Antillen. Dat was een paar keer leuk. Er gingen een aantal Nederlandse profs heen, onder andere Nelissen. Er werd twee keer geloof ik met 2-3-0 verloren en het sterfde langzaam, sterfde het weer uit het plan. Geloof je wel in dit ambitieuze plan? Ja, zeker. Tuurlijk geloof ik erin. Alleen ja, het is wel wat je aangeeft. Het moet wel een goed plan zijn en er moet goed over nagedacht worden. En dan denk ik dat er heel veel jongens hier in Nederland met Surinaamse afkomst graag voor Suriname willen uitkomen. Want welke jongens weet je al die er eventueel aan willen meegaan doen? Over de trip naar Suriname, einde van de maand, weet ik dat Yvan de Snow, Milano Koenders, Leerdam. Dus dat zijn wel namen dat aantrekt, zeg maar. Eerst nog eventjes tot de winterstop hier bij Dordrecht spelen. Ja, het scoren, hè, dat is het grote probleem. Zoveel minuten, 500 al bijna, zonder doelpunt. Is daar ook extra aandacht aan geschonken? Nou, er is vooral aandacht geschonken aan vastigheid, looplijnen. En ja, daarnaartoe natuurlijk ook het scoren. En, ik denk dat het hoge tijd wordt dat die minuten niet nog meer gaan worden. Ja, tot slot, jullie hebben in ieder geval in topwedstrijden tegen Ajax en Feyenoord, dat was weliswaar uit, hebben jullie toch lang meegedaan. En met name die wedstrijd in de Kuip, hadden jullie lang uitzicht op het punt. Is zo'n scenario ook weer mogelijk? Ja, zeker, tuurlijk. Ik bedoel, wat je aangeeft, ik denk dat we elke wedstrijd op achterstand komen. En dan wordt het moeilijk om terug te komen. En ik denk als je lang mee kan blijven doen en misschien wel voor kan komen, dan kan het heel mooi worden.